Een steekincident zondagavond in het Nijmeegse Hatert. Een 38-jarige Arnhemmer komt hierbij om het leven en een ander raakt gewond. Bij een steekincident in de Nijmeegse wijk Hatert is zondagavond een 38-jarige Arnhemmer om het leven gekomen. Een 61-jarige man uit Oosterbeek raakte gewond, meldt de politie. Het steekincident gebeurde rond 7 uur bij het winkelcentrum aan de Kouwenbergstraat. Wat er precies is voorgevallen is nog onduidelijk. 112 verslaggevers zagen hoe ambulancepersoneel bezig was met een reanimatie. De politie meldt dat de twee gewonde mannen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Later meldt een woordvoerder dat één van deze twee mannen is overleden. Het gaat om een 38-jarige man uit Arnhem. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en ze kunnen nog niet laten weten of er al iemand is aangehouden. In de wijk gaan er geruchten rond dat het zou gaan om een drugsdeal. Studenten van de HAN zijn vanuit hun opleiding Voeding en Diëtiek een project gestart waarbij ze twee gezonde maaltijden voor de voedselbank hebben ontwikkeld. De verse groenten in de voedselpakketten worden namelijk niet altijd gebruikt, omdat klanten ze bijvoorbeeld niet kennen. Elke vrijdagochtend worden de maaltijden gratis aangeboden bij de voedselbank. We zijn bezig met het project Soepie erbij. Wat we hier eigenlijk doen is een gezonde, makkelijke maaltijd uitdelen aan de klanten van de voedselbank. Omdat het toch wel lastig is als je een lage sociale economische status hebt om gezond te eten. Het kost veel geld, het kost vaak veel tijd om te bereiden. Er is vaak veel stress. Dus op deze manier proberen we eigenlijk alles eromheen een beetje uit handen te nemen. We zijn vandaag de pasta saus aan het maken. En wij koken hier één keer in de twee weken. Dus één keer dan maken we een pompoensoep en vandaag koken we een pasta saus. En dat doen we met verschillende vrijwilligers van het Huis van Compassie. En twee studenten van de HAN, dat ben ik en nog een andere student van de HAN. Vanuit hun studie zijn de studenten aan de slag gegaan met het maken van gezonde recepten voor klanten van de voedselbank. Wij hebben deze opdracht mogen kiezen vanuit school. Onze opdrachtgever die is in samenwerking met het Huis van Compassie en de voedselbank. En op die manier zijn we in aanraking gekomen met de opdrachtgever. Nou ja, we hebben ze, andere studenten van de HAN hebben ze bedacht, of ook van de opleiding Voeding en Diëtetiek. En vorig jaar waren er een aantal recepten gemaakt. Er waren twee soepen en die vielen heel erg in de smaak. En we wilden ook voor de klanten een pasta saus aanbieden om te kijken hoe dat bevalt. Dus toen hebben we eigenlijk gekeken van goh, wat smaakt het beste of wat zal het meest neutrale zijn. En toen kwamen we op een pasta saus en een pompoensoep eigenlijk kwamen we uit. Met de maaltijden hopen ze dat het voor de klanten net iets makkelijker wordt om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. We horen veel positieve verhalen. Mensen vinden inderdaad dat het snel klaar is. De smaak valt in de smaak. En het verschilt wel, want smaken verschillen natuurlijk ook. Maar over het algemeen zijn mensen blij met dit initiatief. En we zijn nog aan het onderzoeken wat beter kan. En welke smaken het lekkerst zijn. Maar over het algemeen goed. Wij hopen met dit project te bereiken dat ook de mensen hier gezonder kunnen eten. Met een gezond leven als resultaat uiteindelijk. En om mensen ook gewoon blij te maken hiermee. Vanochtend is op de Waal een vrouwelijke matroos van een boot gevallen. De melding kwam rond 8:30 binnen bij de hulpdiensten en deze zijn direct ook uitgerukt. De matroos is door een voorbijvarende boot uit het water gehaald en naar de Waalkade gebracht. Daar stond de ambulance al klaar voor mevrouw om haar naar het ziekenhuis te vervoeren. Hoe de mevrouw overboord is gevallen is nog niet bekend. En dan sport. NEC speelde zaterdagavond in Zwolle tegen PEC Zwolle. De ploeg van Rogier Meijer pakte daar een overtuigende overwinning door te winnen met 1-3. Belangrijke punten waardoor NEC gelijk een stap maakt op de ranglijst. Daarnaast zien we ook een stijgende lijn in het voetbal in de ploeg. Ja, klopt. Dat zei ik gisteren volgens mij bij de voorbereiding ook. Dat ik voel dat we de goede kant op gaan. En ik denk dat we heel fris speelden. Ik denk veel kansen gecreëerd hebben. Een beetje pech gehad hebben met de afwerking. Met de goal die ook afgekeurd is. Maar uiteindelijk denk ik dat we dik verdiend gewonnen hebben. Ik denk dat het een goede wedstrijd was. Deze zondag ging Druten weer even terug naar de 19e eeuw tijdens het Dickensfestijn.
Honderden personages uit de beroemde boeken van Charles Dickens kwamen hier tot leven. Straattheater, muziekgroepen, Bourgondische horeca, het was allemaal weer van de partij. We staan hier met de Dickensdag, net de parade gelopen. Wat betekent de Dickensdag voor Druten? Voor Druten? Ja, saamhorigheid en een kans om dingen te organiseren met z'n allen, ondernemers, vrijwilligers, bestuur. Ja, en ook een beetje te shinen voor de kerst en het verhaal van Dickens te laten leven. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het een hele leuke sfeer vandaag. En het is prachtig weer, dus gezellige kraampjes en ik heb het goed naar mijn zin. Gezellig, ja. Wat is het leuke hieraan? Een beetje rondflaneren. We wonen hier vlak achter. Dus we lopen vanuit ons huis altijd zo'n rondje. Gewoon gezellig. Ja, leuk. Alleen, ja, nee, wel leuk. Wat vind je het leuke eraan? En dat het zo gezellig is. En ja, dat er allemaal kleine, hoe noem je dat, kleine optredens zijn. Bromsnor en Zwaartje. Wat een verrassing jullie hier bij Dickens aan te treffen. Ja, wij proberen elk jaar aanwezig te zijn. En dan gewoon zorgen voor de veiligheid. Hè, dat iedereen doet wat hij moet doen. En inderdaad, vanaf het begin loop ik als Bromsnor al mee. Als veldwachter, ja. Ja, we staan hier met Pax Christi College voor het goede doel. De leerlingen die doen allerlei acties voor het glazen huis. En de opbrengst gaat naar ALS. Het is een fantastische dag vandaag met het Dickensfestijn. En we hebben ook onze partners in de regio uitgenodigd om ook de samenwerking die we hebben regionaal te vieren. In het Druten uit de tijd van Charles Dickens werden niet alleen goederen, maar ook diensten verkocht op straat. Wij zijn Char en Latam. Oh, ik ben Latam, dat is Char. Ja. Oké, en wat doen Char en Latam? Nou, wij gaan geld verdienen met tanden trekken natuurlijk. Ja, heel veel mooie tanden. Die kunnen we wel gebruiken. Ik zie u hier rondlopen met een big smile. Dat is nogal wie, dus ik bezorg plezier aan menig man hier. Oh. En loopt het een beetje? De zaken zijn een beetje slap vandaag. Maar ja, misschien ligt het aan het tijdstip van de dag. Het verkoopt een beetje, ja. Maar ik ben nog maar net begonnen. De dag is nog vroeg. En dit is om het vuurtje hier een beetje te laten branden? Ja. En de warme haarden en harten en natuurlijk, weet je wel. Dit is goed voor romantiek en zo. En voor 's avonds heerlijk warm, knus samen. Daar zijn deze echt super goed voor. Wat hout aan het sprokkelen? Dat heb ik al gedaan. Ik heb een hele kar vol, joh, met prachtige droge takken. En we gaan het met de takken doen? Ja, verkopen hoop ik, hè. Verkopen? Ja. Ja, bij mij moet de kachel ook branden, hè. Ja. En wat levert het op in zo'n takkenbosje? 5 cent vraag ik ervoor. 5 cent. Ja. En verkoopt het hier een beetje? Nu nog niet, nee. Het is eigenlijk niet koud genoeg, hè. Nee, het is net weer te warm. Het zonnetje komt er ook doorheen. Het is niet zo goed voor mijn handel. Na een vrij winderige dag gaat de wind langzaamaan liggen en zien we een rustig en droge nacht tegemoet. Dinsdag zal eerst nog even droog starten, misschien lokaal met een glimpje van de zon. In de middag ontkomen we helaas niet aan enkele buien en wordt het uiteindelijk een graad of 10. De dagen erna blijven we in eerste instantie met wat buien te maken houden. Op donderdag neemt de kans wat verder af, maar doet ook de temperatuur weer een stapje terug naar zo'n 6 graden als maximum. Na donderdag loopt het kwik weer wat op en is het vaker droog. Tot zover het RN7 regionieuws van maandag 11 december. Ook in de laatste weken van het jaar blijf je dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw omgeving via rn7.nl en onze sociale kanalen. Morgenavond zijn we weer terug met een nieuwe uitzending, dus ik zeg graag tot dan.